calorieën. Zoveel calorieën gaat onze maaltijd bevatten. En we gaan niet zomaar een bulk maaltijd maken. Maar een barbecue bulk maaltijd. En nee, niet alle ingrediënten in het recept zijn super gezond. Er zitten hier en daar wat ingrediënten in die je beter kan vervangen. Maar goed, daarvoor is het ook een barbecue en een bulk maaltijd natuurlijk. Ik ben helemaal vergeten te vertellen wat we gaan maken. Maar vandaag maken we als voorgerecht een maïskolf met een kokossaus. En als hoofdgerecht maken we een heerlijk broodje biefstuk met gekarameliseerde ui. We beginnen met de saus voor de maïskolven. Als eerste 100 ml kokosmelk gaan we mixen met 60 gram zure room. En daarna gooien we er nog een uitgeklepen limoen bij. Ik weet niet of het jullie wel eens is opgevallen, maar normaal gesproken maak ik geen kookvideo's. Mocht je dit nou een leuke video vinden, laat dan even een reactie achter. We beginnen nu met de maïskolven. Een super makkelijk recept. Je hebt enkel 2 stukjes zilverfolie nodig en uiteraard 2 maïskolven. Leg ze neer, even een eetlepeltje boter eroverheen, peper en zout en als extra smaakvariatie een klein beetje cayennepeper. Ik rol de maïskolven super goed in, even 2 lagen zilverfolie. Uiteindes heel goed dichtdraaien, want ik heb aan 2 kanten boter besmeerd. En je wilt natuurlijk dat het lekker in die maïskolf trekt. En als je hem op de barbecue hebt liggen, moet het er niet uitlopen. En bij iedere barbecue hoort natuurlijk een echt goede post-workout. Ik steek de barbecue alvast aan, want we kunnen de maïskolven erop en dan kunnen we tegelijkertijd doorgaan met ons hoofdgerecht. We hebben echt zo'n aansteekding nodig. Wat voor een aansteekding? Zo'n... Hoe noem ik dat? Weet ik niet. Dat iedereen helemaal loco wordt. Zo'n barbecue aansteekding die ik je liet zien. Zo'n master... Zo'n rond ding. Ja, zo'n rond ding. Ik weet niet hoe die heet. Mensen de comments weten dat. Nu is het een kwestie van geduld, eventjes wachten tot je barbecue aangaat. Kijk hem eens zitten. Dan gaan we door naar ons hoofdgerecht. Ik heb de kogelbiefstuk al uit de koelkast gehaald. Dat doe ik even een half uurtje van tevoren. Klein beetje peper en zout erop. En dan pakken we nu 3 uien die we in stukken van ongeveer een halve centimeter gaan snijden. Dan nemen we in de tussentijd even een kijkje in de barbecue. En als het een beetje gloeit, dan kunnen nu de briketten erop. Als nu je barbecue kokend heet is, een graad of 100 à 150, dan kunnen nu de maïskolven erop en die gaan er voor een kwartiertje op en ik draai ze een kwartslag iedere minuut. Na dit kwartier heb ik ze van de barbecue afgehaald, alleen ik vind dat ze iets bruiner moeten wezen. In principe kun je ze zo opeten, maar ik heb ze even nog 10 minuten langer gedaan, zilverfolie eraf gehaald, zodat die even extra hard gaat. Zo! Iets te veel peper. En na nog eens 10 minuutjes wachten is dit het heerlijke resultaat. Dat is heel goed. Dan gaan eerst de uitjes gaan we bakken. Uitjes. Beetje honing. Dat is overigens niet gezond. Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. En dan kunnen we hier nog wat balsamico aan toevoegen. Yes, a little bit of that balsamico. Wat goed. De uitjes bak je een beetje op gevoel, net hoe jij ze lekker vindt. Dus ik kan niet echt wat over de lengte zeggen. Ik zou zeggen, kijk maar even. Daarna gaan we brood snijden. Dat mogen wel lekker dikke plakken zijn. Ik heb hier voor vloerbrood gekozen. Dat is iets stugger en blijft wat mooier als je het op de barbecue doet. Smeer er een klein laagje boter overheen, zodat hij een beetje mooi knapperig wordt als je hem op de barbecue doet. Dan komt natuurlijk het belangrijkste van je hele recept en dat is de kogelbiefstuk.
Ik heb dit op tussen haakjes de chef methode gedaan. Dat betekent dat je iedere half minuut je biefstukjes draait. En ik heb dit voor 8 minuten in totaal gedaan. Als je biefstukjes klaar zijn, dan hou je ze van de barbecue af. Wikkel ze even in wat folie. Een minuut of 10 laten liggen, zodat ze weer lekker zacht en mals worden. Hierna mag het brood op de barbecue, uiteraard met de beboterde kant naar onderen. Alleen houdt dit brood wel heel erg goed in de gaten, want het verbrandt verschrikkelijk snel. Shit! Zoals ik al zei, hou je brood heel erg goed in de gaten, want zodra er boter op de kolen komt, dan krijg je gelijk een steekvlammetje. Ik heb de broodjes halverwege nog wel even omgedraaid, dus op de niet beboterde kant een klein minuutje om net even die krokante korst te krijgen. Snij een aantal plakken van ongeveer een halve centimeter en daarna kunnen we onze broodjes gaan beleggen. Mals. Beetje rood. Heerlijk. We beginnen met de bodem waar we een klein beetje mosterd op smeren. Daarna een laagje rucola. Uiteraard een paar plakjes biefstuk. En op de deksel doen we een beetje mayonaise. Is je broodje klaar? Nee, vergeet uitjes. Is je broodje niet klaar, dan vergeet je de uitjes. De heerlijke gekaramelliseerde uitjes, zo heet zelfs het gerecht zelf.